Met pijn in het hart neemt Gordon afscheid van zijn peperdure Bechstein pianola, die hij heeft laten verpakken in een Louis Vuitton wrap. Om die reden is de vleugel uniek in de wereld, aldus de entertainer. Mensen die een serieus bod willen doen, kunnen hem een berichtje sturen op Instagram. Hij wil er op zijn minst €25.000 voor hebben. Weekendbaas Bart Ettekoven begrijpt wel dat Gordon er na 14 jaar van af wil. Hij woont nu natuurlijk in Dubai, heeft zijn penthouse in Amsterdam in de verkoop staan en waar moet hij nu met dat enorme ding naartoe? Het is een koopje, want nieuw kosten ze rond de halve ton, legt hij uit in shownieuws. Amerika-deskundige Victor Vlam reageert buitengewoon kritisch op het feit dat Gordon de advertentie op zijn Instagram-pagina geplaatst heeft. Ik vind het altijd een klein beetje iets ordinairs hebben als allemaal van die artiesten, die grote artiesten dan, dingen te koop gaan zetten op hun Instagram-account. Bart, waarom doe je dat niet in stilte bedoel je? Victor, ja precies ja. Je profiteert toch een klein beetje van het feit dat je heel erg veel volgers hebt. Je kunt er om die reden waarschijnlijk veel meer geld voor krijgen, maar het heeft iets plats, iets heel erg ordinairs waarvan ik denk, dat past volgens mij niet bij een echte artiest. Het is niet de eerste keer dat Victor een flinke sneer uitdeelt aan Gordon. Hij noemde het anderhalve maand geleden een schande dat Gordon zo lovend praat over Dubai. Want je wordt daar dus gewoon vervolgd om je geaardheid. Bart was het toen met hem eens, er gaan heel veel nichten graag heen. Ik bedoel, Albert Verlinde gaat er ook graag naartoe. Ik verbaas me er altijd over. Waarom zou je een land supporten wat zo tegen alles is wat jij bent? Oh,